Dus ik ben inderdaad longarts en binnen ons ziekenhuis verantwoordelijk voor het medisch opnamebeleid van patiënten met verdacht of bevestigd COVID-19. En dus ik ga met jullie eens eventjes gaan door de klinische presentatie van de aandoening. Te beginnen met nog eens een mooie foto van, dat is een foto van het vorige SARS-virus, maar dat eigenlijk mooi illustreert waarom het een coronavirus is, dus omwille van de gelijkenis met een kroon. En dit is een elektronenmicroscopisch beeld van het huidige SARS-coronavirus 2. Hè, dus, waarbij je ziet dat eigenlijk een geïnfecteerde epiteelcel meerdere viruspartikels aan het vrijstellen is. Nu, zoals zo vaak bij infectieziekten, is het zo dat de mate waarin ons lichaam, ons immuunrespons, reageert op de infectie eigenlijk bepaalt hoe ziek we worden. Dus er is niet alleen rechtstreekse schade door het virus dat dus de luchtwegepiteelcellen, ook de alveolaire epiteelcellen gaat infecteren, ervoor zorgt dat de trilhaartjes niet meer gaan bewegen, maar er gaat ook een hele inflammatoire cascade ontstaan en dat kan gaan van eigenlijk lokale inflammatie tot ook systemische respons die van mild tot zeer ernstig kan verlopen. En zo komen we eigenlijk bij de klinische presentatie van de aandoening die men dus COVID-19 heeft genoemd. De afgelopen weken hebben de medische journals eigenlijk heel snel ingepikt op de epidemie en zijn er dus een aantal reeksen al gepubliceerd geweest. En dit was een van de eerste in de New England, waarbij drie patiënten met een onheilspellende RX-thorax werden gepresenteerd. Zij melden zich aan met koorts, met hoest, met thoracale beklemming. En dus je ziet hier bij dezelfde patiënt evolutie van dag 8 tot dag 11... waarbij die ondertussen aan de tube was beland, die toch eigenlijk weinig goeds voorspelde. Nu, ondertussen weten we dat meer dan 80% van de infecties mild verloopt. En zoals Steven aanhaalde, moeten we ervan uitgaan dat dat een absoluut onderschat cijfer eigenlijk is. Hè? Want dus degenen die de minste symptomen hebben, gaan we eigenlijk altijd pas in op een later tijdstip gaan oppikken. Hè. Dus eigenlijk alles wat hierna volgt is voor een groot deel gebaseerd op de literatuur bij ernstige gevallen, want dat zijn eigenlijk de enige die tot op heden heel systematisch werden gedocumenteerd. Dus dat is wel belangrijk als kanttekening. Bijvoorbeeld deze kleine reeks die in de Lancet is verschenen van 41 patiënten, waaruit eigenlijk al snel bleek dat meer mannen dan vrouwen een klinisch ernstig ziekteverloop lijken te kennen, waarbij dat ook een derde eigenlijk comorbiditeit had. Diabetes, hypertensie en cardiovasculair lijden zijn eigenlijk drie comorbiditeiten die in heel wat studies terugkomen. Je ziet hier ook al meteen de leeftijdsverdeling, waarbij dat eigenlijk bij de 65-plussers dat er ook in deze kleine steekproef wel meer IZ-opnames waren. Maar deze studie is vooral interessant omdat men eigenlijk mooi het verloop heeft in kaart gebracht. En dat is ook voor de huisartsen hier aanwezig wel eens interessant om samen door te gaan. Hè. Dus eigenlijk als we kijken naar de vroege symptomen, in deze studie was er eigenlijk een heel hoog percentage, 98%. In andere studies ligt dat een stuk lager, dat toch wel koorts bleek te hebben. Het zijn uiteindelijk ook allemaal patiënten die in het ziekenhuis dan opgenomen geraakt zijn. 76% had hoest en 44% spierpijn of algemene malaise. En een typisch verloop is dat dan eigenlijk na 7 dagen eigenlijk na het begin van de symptomen dat er eigenlijk dyspneu ontstaat bij meer dan de helft, wat dan vaak geleid heeft tot een ziekenhuisopname en bij sommigen eigenlijk verdere evolutie naar ARDS en opname op intensieve zorgen.
Dit is dan eigenlijk een van de grootste tot nog toe gepubliceerde reeksen, ook in New England, van meer dan 1000 gehospitaliseerde patiënten met bevestigde COVID-19. En men is beginnen registreren, dat is retrospectief gebeurd, tussen medio december en eind januari. Je ziet dus eigenlijk de data cut-off ligt wel 2 dagen slechts na inclusie van de laatste patiënt. Dus een aantal outcome-parameters gaan hier wel onderschat zijn. Mediane leeftijd van de patiënten 47 jaar. Dus belangrijk ook, ja, minder dan 1% in deze studie was eigenlijk jonger dan 15 jaar. Mannen hebben overwicht ten opzichte van vrouwen. En 24% had comorbiditeit. Met hier een incubatieperiode van mediaan 4 dagen. Maar dus, zoals we weten, kan het eigenlijk, ja, gaan van 2 tot 7, maar zelfs tot eigenlijk 14 dagen. Symptomen zijn hier ook retrospectief bekeken. En bij opname had hier eigenlijk slechts 44% koorts, was gedefinieerd als meer dan 37,5. Maar 89% ontwikkelde effectief ook koorts tijdens de hospitalisatie en dat werd dan ook geobjectiveerd. Bij 68% was er hoest. En nausea, braken, diarree zijn eigenlijk symptomen die worden soms vermeld, maar lijkt toch wel vrij beperkt te zijn en iets vaker voor te komen bij patiënten die een ernstiger verloop kennen. Dus misschien is dat een voorzichtige boodschap naar de huisartsen toe, dat iemand die mogelijk enkel gastrointestinale symptomen heeft, zonder een epidemiologische link, misschien niet direct de hoogste verdenking moet genieten. Als we dan gaan verder kijken naar die studie, heeft men ook de ernst proberen inschatten. Men heeft daarvoor de ATS-criteria gebruikt die van toepassing zijn bij het bepalen van de ernst van Community Acquired Pneumonie, of CAP. Hè. En volgens die definities, en ze staan hier nog eens opgelijst, kwam men eigenlijk aan bij die gehospitaliseerde patiënten in de regio rond Wuhan 16% ernstig verlopende infecties, waarbij dat de mensen met een ernstiger verloop gemiddeld 7 jaar ouder waren en ook meer comorbiditeit hadden. En als primair eindpunt heeft men dan eigenlijk een samengesteld eindpunt genomen, zijnde ofwel IZ-opname, ofwel noodzaak tot invasieve mechanische ventilatie, ofwel mortaliteit. Maar dus herinner u dus wel op een vrij korte tijdsperiode eigenlijk is die registratie gebeurd en dan ook heel snel gepubliceerd in de New England. En daar zie je dat eigenlijk dat samengesteld eindpunt bij 6% slechts van de patiënten werd bereikt, maar wel dus bij 25% van degenen die volgens de ATS-classificatie als ernstig werden beschouwd. 5% werd op IZ opgenomen, 2% moest geïntubeerd worden. En in deze studie was er een mortaliteit van 1,4%. Ondertussen weten we dat dat vermoedelijk dat cijfer wel hoger zal liggen. Als we dan eventjes gaan inzoomen op de kritiek zieke patiënten, dan gaat het om een klein aantal. En dus hier in deze studie om 7% van 710 opgenomen patiënten in het Wuhan Yinyintan ziekenhuis. En dus echt het referentieziekenhuis van die regio. Dan zien we hier wel veel onheilspellender cijfers natuurlijk. En dus bij mensen op IZ opgenomen is de mortaliteit wel 61% op dag 28 na opname. En de mediaan tussen IZ-opname en overlijden was 7 dagen. Hè. Dus 2/3 eigenlijk ontwikkelde ARDS werd mechanisch geventileerd. En ook hier speelde vooral leeftijd en comorbiditeit een belangrijke rol. Maar opnieuw, heel belangrijk om deze cijfers te relativeren en te kaderen binnen het groter geheel. Hè, want dus meer dan 80-90% zelfs van de infecties verloopt zeer mild. Dus dat is toch vooral de boodschap die we hier vanavond willen brengen. Welke andere klinische parameters kunnen we dan gaan gebruiken? Bijvoorbeeld in de biologie ziet men in die grotere studies dat lymfopenie eigenlijk bij heel wat patiënten aanwezig is. Dus lijkt wel een belangrijk criterium te zijn, maar is natuurlijk ook geen specifieke merker. Trombopenie kwam ook voor bij ongeveer 1/3, evenals leukopenie.
En dan als we gaan kijken specifiek naar de inflammatoire parameters, hadden de meeste een verhoogd CRP, maar dat kon eigenlijk een beetje alle kanten uitgaan. Maar wel een duidelijk negatief procalcitonine voor de ziekenhuizen die dat ter beschikking hebben. Minder frequent werden ook gestegen transaminase gezien, gestegen CK's, D-dimeren. En wat ook opviel in verschillende studies, is dat een prominente lympho- en leukopenie, dat dat eigenlijk geassocieerd was met een ernstiger verloop van de ziekte. Dat is eigenlijk ook iets wat we kennen vanuit de literatuur rond klassieke pneumonie. Daar is dat eigenlijk ook zo. Ook een LDH-stijging werd vaker gezien bij een ernstiger verloop. Dan de beeldvorming. Hoe kan die ons helpen? Wel, bij een niet-ernstige presentatie ga je eigenlijk ongeveer 20% normale radiografieën zien. Ook bij ernstige ziekten is dat een stuk minder. Heel wat van die studies zijn er gigantisch veel CT's genomen. Zelfs eigenlijk bij mensen die asymptomatisch waren. Dat is natuurlijk niet iets wat wij hier in ons land gaan toepassen. Maar we kunnen er wel wat uit leren en dat wil ik graag ook eens met jullie doorgaan. Dus bij de helft zie je voornamelijk matglasafwijkingen, soms ook wat densere patchy infiltraten. En opvallend was dat het dus ook, zeker dat matglas, bij asymptomatische patiënten aanwezig kan zijn. En dat is ook wel vreemd, als je over alle CT's eigenlijk gaat kijken, en er is een grote studie in de Lancet gepubliceerd, is er een lichte predominantie voor de rechter onderkwap, waar dat eigenlijk bij veel infectieuze aandoeningen eerder in de bovenkwappen is. Dit zijn een aantal CT-patroontjes. En dus hier bijvoorbeeld is een patiënt met weinig symptomen en vroege infectie, met eigenlijk heel beperkt focaal matglas. Daarnaast zie je eigenlijk iemand met al een uitgebreidere bilaterale aantasting, met wat we noemen een crazy paving patroon. En dus matglas met ook verdikte inter- en intralobulaire septa. Maar er kan ook eigenlijk consolidatie ontstaan met hier bijvoorbeeld een airbronchogram en zelfs wat pleuravocht wordt gezien. Maar dus je ziet dat we hier eigenlijk al vrij laattijdig zijn in het verloop van de infectie bij die twee onderste CT's. Nog een beeldje, dus bij een patiënt die een heel fulminant verloop heeft gekend met dus eigenlijk ja, heel extensief matglas, wat uiteindelijk ook tot respiratoire falen heeft geleid hier. En dan hier zie je van één patiënt eigenlijk het verloop over verschillende dagen tijd, met eigenlijk ook begonnen met heel discreet patchy matglas, tot dan eigenlijk ja, een sikkelvormige distributie van eigenlijk eerder ja, subpleurale matglasafwijkingen met ook reticulaire patronen die ontstaan. En je zou zelfs een beetje ja, beginnende fibrose kunnen gaan verwachten, met dan uiteindelijk ook evolutie naar densere consolidaties en ook ontstaan van pleuravocht. Dus dat is een beetje een bloemlezing uit de beelden die we bij vooral ernstig zieke patiënten ook kunnen zien. En dan kom ik bij de risicogroepen. Daar is ook al heel wat over gezegd en geschreven geweest. De zwangeren. Daar, in tegenstelling tot de griep, zijn daar tot op heden nog geen argumenten dat die een ernstiger verloop kennen. Natuurlijk weten we dat zwangerschap toch een staat van relatieve immuunsuppressie is. Dus is voorzorg hier zeker aangewezen. Bij de weinige gekende gevallen is er eigenlijk geen argumenten voor verticale transmissie. En zijn er eigenlijk succesvolle bevallingen met gezonde kindjes beschreven. Maar wat er wel vermoed wordt, is dat natuurlijk, en dat is ook logisch, perinatale transmissie en dus na de geboorte ook van mama op kind bij nauw contact uiteraard wel mogelijk is. Bij de zwangere zelf wordt aanbevolen, er zijn ook in de Lancet recente richtlijnen gepubliceerd, om wel te testen na contact met een bevestigde patiënt en om de zwangere dan aan te raden om in een geval dat positief is eigenlijk tot zelfmonitoring in de thuiszetting over te gaan. Dus een verhoogde waakzaamheid wordt hier wel aangeraden. Kinderen dan zijn eigenlijk geen echte risicogroep, althans op basis van wat we tot op heden weten. Maar eigenlijk ja, zijn er dus ook weinig gegevens over de klinische outcome en lijkt het alsof ze vaker milde symptomen hebben van bijvoorbeeld een bovenste luchtweginfectie, dus de snotneusjes.
Bij ouderen is natuurlijk een heel ander verhaal. Hè. Dus er is effectief een hogere mortaliteit. Eigenlijk, die wordt gezien vanaf de leeftijd van 60 jaar, maar die eigenlijk vanaf de leeftijd van 80 jaar toch wel bijzonder hoog kan zijn. En dan nog twee bijzondere risicogroepen. En de eerste zal vermoedelijk de belangrijkste zijn, dus de cardiovasculair belaste patiënt. Die heeft in de meeste studies vertonen die ernstiger symptomen, ernstiger verloop. Dat is eigenlijk ook vrij gelijkaardig aan wat we bij een klassieke pneumonie zien. En daar is de mortaliteit, wordt vaak onderschat, ook vooral cardiovasculair bepaald. Maar hier is er nog een specifieke reden, namelijk het ACE2 is eigenlijk de functionele receptor voor het nieuwe, maar ook andere coronavirussen. En dat wordt met name, heeft een kent een hoge expressie in zowel hart als in longen. En eigenlijk op die manier zou er eigenlijk ook specifieke myocardschade kunnen ontstaan. Daarbij is er eigenlijk een bezorgdheid ook al geuit rond patiënten die RAAS-inhibitie nemen, dus bijvoorbeeld ACE-inhibitoren, omdat je eigenlijk op die manier die ACE2-receptoren gaat gaan opreguleren. En dus daarbij is er aangeraden om tot verhoogde waakzaamheid over te gaan. Natuurlijk, men gaat nog absoluut niet aanbevelen om dat te stoppen, want ook, en dat kennen we ook vanuit de literatuur bij andere respiratoire infecties, dat eigenlijk ook ACE-inhibitie en met name ook sartanen in bijzonder beschermend kunnen zijn, wegens toch ook een anti-inflammatoir effect. Dus voorlopig is dat zonder enige klinische implicatie, maar dat is wel iets dat we met z'n allen in de gaten gaan moeten houden op grotere schaal. Dan immuungecompromitteerden, daarover zijn er eigenlijk nauwelijks gegevens. Die vind je ook moeilijk terug in de reeds gepubliceerde studies. In ieder geval, binnen ons ziekenhuis hebben we een aantal richtlijnen verspreid. En dat is in eerste instantie immuunsuppressie gaan we niet preventief gaan onderbreken. Die vragen krijgen we soms. En in geval van infectie zal dat natuurlijk case by case moeten bekeken worden of er noodzaak is en of het verantwoord is om eventueel een dosisaanpassing te doen. Maar dus nogmaals, 80% van de infecties verloopt mild. Hè. En als dat toch niet het geval is, dan hebben we ons in het ziekenhuis eigenlijk goed voorbereid. Dus sinds vrijdag, sinds het uitbreiden van de gevalsdefinitie, hebben we eigenlijk een cohortenafdeling geopend op de afdeling longziekten. Waarbij eigenlijk onze volledige afdeling ontruimd is en in onderdruk geplaatst is. Dus we hebben eigenlijk alle kamers kunnen we nu individueel gebruiken als isolatiekamer. Waarbij we eigenlijk dus onze twee klassieke kamers die we altijd gehad hebben met SAS hebben in onderdruk. Maar dus ook eigenlijk verder kunnen uitbreiden om ook de vele verdachte gevallen in afwachting van testing te gaan opnemen. Dank u wel voor jullie aandacht. En dan